Hey mensen, Knop de Kier en vandaag zijn wij terug met een nieuwe Minecraft aflevering. Doe allemaal duimpje omhoog. Kijk, dacht heel even dat ik daar vast zat. Kan gebeuren natuurlijk. Moet er niet te hard treuren. De vorige keer waren wij bezig met deze prachtige minecart drop-off. Dat was hier zo. Dus laten we er even snel nog een kijkje nemen. Ik zie dat ik echt eten nodig heb. Dus ik denk dat we eens even naar de koetjes moeten gaan vandaag. Dit ding is eigenlijk up and running, alleen we hebben heel veel rails nodig, dus we moeten gaan minen binnenkort. Ik heb nooit zin in minen, ik weet niet, vooral niet sinds ik mod speel. Dan heb ik altijd zoiets van, laat dat maar even wachten nog, weet je wel. Tenminste, dat gevoel heb ik. Oh, ik heb eten zat trouwens. Oké, laten we gewoon eens even naar de koetjes gaan. Kijken of we die koetjes even een beetje kunnen klaarstomen voor het aankomende slachting. Want we hebben ze eigenlijk, ja, we moeten ze altijd nog een keer slachten, maar dat doen we nooit. Dus het wordt gewoon nodig tijd dat we eens een keer gewoon kaart gaan slachten. En ja, ik heb serieus dit, die layout die ik op mijn webcam heb, is mijn allereerste. Dat is mijn oude. Mijn één na allereerste. Dat klinkt trouwens echt cool. Maar ja, ik dacht van, oké, laat ik die maar gewoon gebruiken. Omdat ik die andere niet kon vinden. En ik heb even een ander programma om mee op te nemen, want het liep allemaal niet smooth. En nu loopt het weer wat smoother voor mijn gevoel. Ik weet alleen niet of deze opname nou smooth loopt. Maar dan moeten we gewoon terugkijken later. Dat komt vast goed. Oké, zoals je ziet, hier ook komen de kleine koetjes straks heen. Ik kan volgens mij hier al een beetje gaan lopen zo. En dan hebben ze wel de neiging om hierheen te vallen. En anders moeten we ze gewoon vet gaan mesten. Het wordt gewoon tijd dat we ze gaan vet mesten. Loop naar beneden. Kom. Het is eigenlijk best lullig dat ik dat doe. Maar goed, ja, zo ben ik. Anders vallen ze straks dus nog wel naar beneden. Of heb ik dat dichtgemaakt? Oh, wait a minute. Ik heb het dichtgemaakt. Dus we moeten ze nog één keer slachten. Dan moeten we deze rijen weghalen. En dan kunnen we aan de gang. Hebben we Silk Touch? Nee, die hebben we niet bij ons. Laten we even kijken beneden bij de slachterij. Hallo, goedemiddag. Hi, kijk. Oh, vet. Oh ja, alles is up and running. Alleen moet even kijken hoe dit er hier uitziet. En anders moeten we dat even gaan pimpen. Ja, het ziet er goed uit. Ik denk dat deze helemaal klaar was. Ik dacht dus dat we dit nog helemaal niet klaar hadden. Maar het blijkt dus dat we alles gewoon prima af hebben. Nice, daar ben ik blij om. Wat hebben we hier? Hebben we nog een smoothstone? Oh, is dit alles wat we hebben? Moeten we weer nodig... Yo, je hoeft me echt niet weer nieuwe recipes gaan. Die heb ik al zo vaak gemaakt. Kijk naar mijn hele dikke vloer hier. De game is af en toe zo dom. Kijk, ik ga even hier staan. Dan kan ik het oppakken. Ah. Oké. We moeten dit ding altijd nog een keer gaan veranderen. Want het is nog steeds dikke stront eigenlijk, hè. Het is eigenlijk nog echt kak. Het valt hier op de zijkant. We moeten eigenlijk deze blokken weg gaan halen en dan die gaan vervangen. Beter gaan we dat gewoon nu doen. We gaan dat nu eens even beter maken. Want het loopt allemaal voor geen ene tierenfluit. En we gaan eens even kijken of we het kunnen verbeteren. Dus wanneer zit dit zo vol? Oké, dit er allemaal in. Zo. Hier ook. Deze hebben we nodig. Laten we er een paar van pakken. Dan komt het goed. Hoppatee. Ik wou net zeggen, dat werkt toch wel. Ik ben nu een beetje gewend natuurlijk aan de Tech-It World die we op mijn andere kanaal hebben. Voor de mensen die dat niet weten. Op mijn hoofdkanaal, Chromotech, heb ik nu Minecraft Tech-It als serie lopen. Dus dat vinden jullie vast ook wel leuk. Zo, dit moeten we eventjes gewoon weghakken zo. Zo. Nou, we gaan eens even kijken wat we hier aan kunnen gaan doen. Ik denk dat we dit gewoon helemaal goed... Serieus? Game? Ik val ook echt naar beneden, joh. Dat is zo pof. Holy moly. Oké, dit gaan we snel weghalen. En dan gaan we proberen hier gewoon een mooie rand overheen te plaatsen, zo. En we gaan gewoon even kijken wat nou het beste staat en wat niet mooi is en wat wel mooi is. Al dat soort dingetjes even. Ik denk dat we het gewoon hierbij houden. Dit werkt goed. Zo. Ik vind het op zich een prima blok voor hier. We komen hier toch niet zo vaak, dus dit doet zijn werk wel. Ik zie dat ik hier die onderste nog weg moet halen, dus dat gaat alweer slim zo. Het enige probleem wat we hier dan hebben, is dat we dit hier hebben staan. Ik denk dat we dit gaan verplaatsen, die boomstam. Dat ziet er niet mooi uit. Geef eerlijk toe. Je hoeft niet te liegen tegen me. Zeg maar gewoon, ja, komen, dat ziet er niet heel bijzonder uit. Pas dat maar even aan. Het is niet echt wauw. Oké, ik ga het aanpassen. Jullie hebben me weer overgehaald. Oké, nice. Toortje weg. Zo. Dan gaan we die toortjes zo meteen wel weer terugplaatsen uiteraard. Want anders wordt het ook een beetje donker hier. En dat willen we niet hebben. Zo. Toortjes terugplaatsen. Nee, laten we eerst even dit even afmaken zo. Dan moeten we die boomstammen even veranderen. Dan wordt het allemaal wel wat smaller. Maar hey, we don't care, man. Wij zijn coole guys. Wij maakt ons maakt dat niet uit. Even kijken, we willen het wel een beetje symmetrisch hebben. Zo. En dan hierheen en hierheen. Zo, nu is alles goed te verlichten. Yes.
Ja, alleen deze boomstam moeten we dan eventjes gaan verplaatsen. En ik hoop wel dat dat niet lelijk gaat worden. Zo, zo. Ja, oké. Dat hadden we zo en zo. Nou moeten we deze hier wel weghalen, zo. Oh, er zit daar natuurlijk weer een heel gat onder de grond. Dat is verschrikkelijk. We hebben weer pech. En dan komt deze hier onder. Dan moeten we deze hier weghalen. Er zit gelukkig niks achter, dus we kunnen dit wel gewoon weghalen. No problemo. No problemo. Oké, deze gaan we gewoon zo invullen met dit. Deze net zo. Oh, ik denk dat het eigenlijk nog wel bijna mooier is dan dat we het hadden. Zo. Nou, dat zit er. Nee, dat is helemaal niet erg, zelfs dit verschil. Het enige wat lastig is met seeds planten nou, is dat we. Nou, op zich. Jawel, dit kan wel gewoon. We kunnen hier gewoon heen en weer lopen. Oké, ik was even bang dat we dus daar niet meer goed heen en weer konden gaan lopen. En dat het even fout zou gaan. Oké, even de deur terugplaatsen. Yes. Hallo. Oh man, oh man, oh. Het enige wat ik wil is hier torch hebben, oké. Een deurtje hierin. Het is al laat trouwens, by the way. Het is al 22:30 s'avonds, dus dat zou het zijn. Ik ben moe. Kijk, dit probleem dacht ik al, dus ik moet hier wel echt goed springen. Oké, okay, kan die kant oplopen. Teruglopen is lastig. Maar oké, okay, dit is mogelijk. It's nothing on the hand. Oké, okay, misschien moeten we deze ook nog even mooi maken. Haken. Oh. Zo, en hier hetzelfde. Dan hebben we een beetje hetzelfde idee, zeg maar, bij elkaar zitten. We moeten alleen even de ho pakken nu. Ho, ho. Daar een torch, zo, dan hebben we alles weer gemaakt zoals het was. En hebben we een ho nodig. Geef me een ho, geef me een ho, yes, thanks. En dan kunnen we terugplanten de seeds, yes, yes, alrighty then, let's go Neo. Het regent weer buiten, het is altijd zo, als ik dan weer bezig ben hier, dan moet het weer gaan regenen. Oké, ik hoop dat dit niet te veel schade gaat maken aan alles. Ja, ik weet het jongens, ik heb al zo vaak hier geplant. Ik vind het zo stom dat de game dat doet. Dat ze daar niet even wat aan gaan fixen. Waarom moeten elke keer die meldingen weer komen, weet je wel? Het boeit ons niet, die meldingen. Natuurlijk voor een nieuwe speler is dat hartstikke leuk. Maar wij zijn al een poosje bezig in deze wereld. Nou, laat dit maar weer groeien. Dit is gewoon beter veranderd zo. Ik denk dat dit beter wordt. En dan spoelt alles in ieder geval meteen in de bak hier beneden. Dat is bij de koeien natuurlijk, waar wij de koeien voeren. Hier voeren wij de koeien, dames en heren. Zo. En dat doen we daar gewoon even bij in. We moeten eigenlijk een filter zien te maken die het gaat filteren, zodat we hier niet de seeds hoeven te pakken. Maar ja, in dit geval hebben we geen andere keus. Ja, we hebben genoeg koeien. We moeten alleen de koeien even laten proberen bitter te worden. Oké, maar dat zal nog even duren. Schaar, hebben we er nog één van. Nou, dat is echt perfect dit dus. We moeten even gaan kijken wat voor vloer we hierin gaan leggen. Wat voor vloer willen wij hierin? We hebben natuurlijk dat hier, gewoon al die stukjes zand waar dan de bomen in groeien. Maar wat voor dirt gaan wij hier plaatsen? Dat is een beetje de vraag. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar. Hebben jullie een idee? Gaan we gewoon met donker hout iets doen? Of met heel licht hout? Of... Ik twijfel een beetje. Zo, knip, 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 knip. Zo, dat staat lekker zacht. Ik ben blij om. Ik luister niet zo hard. Zo, we hebben nog weer wat blauw voor daar. Ik dacht, die schaar gaat wel kapot als we dit gaan knippen, maar nee. Nou, dan knippen we de witte ook direct even. Hallo! En wat willen jullie? Wij willen een kapotte schaar. Nieuwe recipes. Yes, I know. Bedankt dat jullie het elke keer weer herhalen. Zo, nou. Oké, die ene schaap heeft geluk. Jij mag je jas aanhouden. De rest heeft pech. Zo, dan hebben we de kleurtjes die we mee moeten nemen naar beneden. En we moeten even gaan bedenken wat voor grond we erin gaan doen. Ik denk dat het wel leuk is als we een kleurtje erin gaan doen. Omdat we hier alles best wel kleurvol hebben straks. Helemaal blauw en alle kleuren van de regenboog. Ja. En wolkjes. We hadden die wolkjes, die moeten we er sowieso in houden. Dat is belangrijk. Dus deze doen we hier zo. Ik ben trouwens nog steeds best wel moe, want ik ben naar LA geweest. En dit is anderhalve dag daarna. Dus ja, de jetlag is er nog een klein beetje, zullen we maar zeggen. Ik weet niet, wat is nou een jetlag, weet je wel? Weten jullie nou precies? Een jetlag is meer gewoon dat je moe bent en niet kan slapen. Ik had altijd zoiets van, nou, een jetlag, dan heb je echt een kater of zo, weet je wel. Dan voel je je zo beroerd. Maar ik voel me niet heel beroerd. Ik heb alleen meer zo van... Ja, ik kan wel weer een slaapje doen. Maar ja, ik moet morgenochtend weer vroeg rijlessen. Dus uitslapen wordt het ook weer niet. Moet ik trouwens wel even rekening mee houden. Maar dit is goed. We moeten nu gaan kijken welke vloer we hierin gaan leggen. Ik vind dit hout een beetje saaie kleur.
We zouden wel kunnen doen dat we een donker hout erin gaan plaatsen. Donker hout is altijd wel gaaf. Zoals we bij de barn hebben daar zo. Even kijken, ik ren nu snel omhoog. Ai, vuurtoren. Iemand zei nog, je doet echt Ito na. Maar ik zei ook, ik heb de inspiratie van Ito. Die had het bij een gebouw gedaan. Ik denk, dat ga ik ook doen. Dus voor de mensen, ik kijk altijd Ito. De barn staat er goed bij, daar ben ik blij om. Dit ook? Yes, oké. Let's go down. Sorry, dit hebben jullie niet gezien, oké, deze gaap. Deze gaap hadden jullie niet gezien. Dat was echt een meest verlepte gaap ooit. Een donkere hout moeten hebben. We hadden ergens die donkere bomen geplant. Zou dat bij die barn zelf zijn? Ik heb het dan over dit dark oak. Ook, dat dacht ik ook. Nee, we hebben daar helemaal niks van. Dus we moeten echt eventjes daarheen gaan. Nou, laten we gewoon even een kijkje nemen daarboven. Waarschijnlijk groeien die planten daar. En anders moeten we even meer van die planten daar gaan planten. Nou hebben we het heel veel over planten trouwens. Serieus. Oké. Dikke bomen. Zie ik daar dikke bomen? Nee, ik zie alleen maar die oranje hout. Oranje hout. Moet ik even kijken of we die saplings hier beneden hebben. Want dan kunnen we die saplings daarvoor gebruiken. Plaatsen we die daar zo. En ik ga gewoon doorpraten. Ik ben eigenwijs. Oh, gelukkig. Yes, we hebben dark oak. Nice. Die gaan we daar even planten. Kijken of wat we eruit kunnen halen. Zou ik anders meteen even wat... neem even meteen wat spul mee die we nodig hebben. Hoppatee. Dan kunnen we die bomen meteen laten groeien. Dan heb ik het over bone meal. Bone meal kunnen we daar planten. Dan groeit het direct. Man, daar worden we blij van. Oké, we rennen er even gauw heen. Neem even de toeristische route hier zo omheen. Dan komen we over de brug heen. Iemand zei ook dat de brug ongelijk was. 1, 2, 3... Nee, ik zie niks ongelijks. Dus jij hebt ongelijk. Haha. Nice. Nee. Oh, ik moet bovenaan beginnen met hakken nu. Dat is natuurlijk niet de Tekkit Minecraft. Dan hak je gewoon de bomen in één keer om. Dat is wel echt ideaal. Dat zouden ze voor mij zelfs in deze game mogen planten. Aangezien het niet echt realistisch is dat... Schrik me kapot, man. Ja, opbokken. Het is niet echt veilig om hier te lopen, zo te zien. Oké, nou goed. Saplings. Doe je werk. Oké, boommeel. Genoeg boommeels voor een week. Daar gaan we. Oh, perfect hè. Deze boom is zo perfect. Oh shit, die had ik niet weg moeten hakken. Je moet hier namelijk gewoon omhoog gaan zo op deze manier. En dan kun je alles netjes weghakken. Maar ja, omdat ik het verkloot heb, kan het nu niet. Maar dit werkt ook prima. Zo. Zo. Hoppatee. Kijk, dus zo krijg je aardig veel hout hiervan. Dus dit is een best wel makkie eigenlijk zo. En dan hebben we nog weer deze saplings. En die kunnen we zo weer planten. Maar dat moet ik eigenlijk even ergens anders doen. Want we hebben er pas nu 2 van gekregen. Ik hoop dat het hier ook kan. Yeah, nice. Oké, thank you. Kijk, je loopt gewoon zo. En dan zo. Zo. Het is eigenlijk een soort mine die je omhoog gaat doen. Zo, en een rondje. En dan ga je gewoon hier alles gewoon om je heen weghakken. Dit is een wat grotere boom. Dat is ideaal. Hè? Kijk, hij komt hier nu omhoog. Hey zombie, loop maar even opnieuw omhoog. Kom maar even opnieuw. Kom weer maar opnieuw omhoog lopen. Hey, leuk dat je bent. Loop nog maar even opnieuw een rondje. Wat zie je nou weer daar? Nou, best. Ik hak gewoon door hoor, zombie. Ik heb schaad. Auw! Ho! Ho! Laat me schrikken, man. Ik zag mijn ex even niet meer, maar oké, daar is hij. Oké, klim hier omhoog. Zo. En deze houtjes hier weghalen. Zo, nu kunnen we dit weghakken. Die zombies komen altijd zoveel miles naar je toe, jongen. Hier, daar is weer de volgende. Hallo. Mijn ex is wat slower, zie je dat? Oké, nice. We hebben genoeg saplings hier zo in ieder geval. Daar ben ik wel blij om. Die kunnen we altijd goed gebruiken. Ik denk dat als we hem nog één keer even planten hier... Ik vind het een beetje een slechte locatie. Laten we zeggen hier... Nice, kan ik hier al hakken? Zo meteen zit er een keer een creeper naast me, weet je wel. Die laat mij ontploffen. Dan moet ik altijd keihard huilen als dat gebeurt. Dan ben ik vaak weer wat kwijt en zo. En... Ja, daar word ik altijd wel verdrietig van. Oké, ik ga eens even een keer nu helemaal naar boven zo. Vind ik cool. Zo. Zo, dit is echt een dikke jongen. Holy moly, moet kijken man.
Zo. Zo. Au. Oké, deze hier nog even wacht hangen. En dan hebben we aardig voldoende, denk ik, om daar te planten. Ik wil denk ik alles gewoon half slabs maken. Want half slabs is chill. Half slabs is chill. Oké, nice. Die hebben we ook weer verzameld hier zo. We gaan er gewoon half slabs plaatsen, denk ik. Ik denk dat dat het mooiste is. Ik wil eigenlijk nog even een sapling terug hebben, want we hebben er nu maar 8. Dat vind ik een beetje relatief weinig. Laat ik deze wel eens even weer groeien hier zo. Eentje vergeten. Dat is niet zo slim. Nou, kijk eens, wat heb jij voor mooie gouden panty aan, man? Super gaaf, jongen. Hey. Jammer, ik heb niet zo'n gouden panty gekregen. Ik wil ze XP wel hebben. We kwamen hier met 11, dus ik wil... Waar komen ze toch allemaal vandaan, hè? Ja, ai. 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 Nou, nu heb ik jouw vlees gekregen. Bedankt. Ik ben heel blij om. Oké, okay, die kunnen we met de hand weghalen. Ik zag er daar één zweven, denk ik. Ik weet niet zeker. Ik moet niet te lang omhoog kijken, want ik heb echt het gevoel dat de kaart kapot wordt gemaakt. Oké, okay, we hebben er nu 5. En dan hebben we er sowieso nog 1. Want ik weet dat dit echt fout kan gaan. Oké, okay, deze nog even weghakken. Ja, en deze. Zo. Nu hebben we er 6. Dan hadden we in ieder geval 10. Kan het er dan mee door, 10? Nemen we daar genoegen mee? Planten hier deze terug en deze hier weer terug. Dan hebben we eigenlijk nog 2 saplings nodig. Ik zie hier al eentje zweven. We moeten geduld hebben. Weet je, geduld hebben in dit soort games, dat wil je niet. We hebben een zombie-invasie vandaag, jongens. Een zombie-invasie. Het is niet normaal. Dat is de ene zombie naar de andere. Oh, deze ging niet eens naar achter. Hou jij aan je nok, Mac. Wat is dit voor zwevende boom? Zo. Telefoon gaat even lekker af. Goedemorgen. Goedemorgen. Come on, jongens. We zien hem daar bovenop staan en hij valt niet naar beneden. Oké, dat is acacia. Dat hebben we niet nodig. Dit is serieus lullig. Ik dacht echt dat dit sneller zou gaan. Misschien als ik van... Oh, nee, hè. De volgende zombie. Goedemorgen, ik noem jou Gerrit. Kom, we gaan hem meelokken. Ik ben wel benieuwd hoeveel zombies we achter ons aan kunnen krijgen. Daar zijn nog zombies, die zien ons nog niet. Oké, daar, die zeppeling komt wel weer naar beneden, weet je wel. Hier, eet je vlees even op, kom. Oh, hij pakt het vlees niet op. Meestal... Oh, ook een spinner achter me aan. Oké, nou, ik ga ze nu even allemaal killen, anders wordt het te gek. En dan ga ik zo meteen nog dood ook. Weet je? Krijg maar lekker de dikke stront aan je hoofd. Met je kakzepplings. Ik weet dat er een bos achter is, dus kom maar goed. Dan hebben we nog meer van die dikke bomen als we willen. Nou ja, laat maar zitten. Die komen we elke keer alweer tegen. Toen dachten we, oh, oké, okay, wat is dat dan? Oké. Okay. Auw, dat doet zeer. Aan de enkeltjes. Ach man, ga even weg, telefoon. Zo. Zo. Ik heb die nieuwe telefoon, maar die trilt met een partij. Het is een Samsung Galaxy S8. Pff, dat is echt een trilfunctie, hè? Eerste klas. Even kijken, die kan weg. Die kan weg. Deze kan weg. En dan doen we gewoon planks. Oké, okay, hebben we hier nou ergens een crafting table? Nee, waarom zouden we hier een crafting table neerzetten? Ik bedoel, wow, wat hebben we daar aan? Oké. Okay. Laat ik even wat hout gaan dumpen ook. Zo. We beginnen gewoon met een klein aantal. Wacht, we hebben nog een acacia wood. Kunnen we er ook even in gooien. Zo, die kan er ook in. En dan kunnen we dit nog weer omtoveren tot dit. Yes, oké. Okay, let's go, daar gaan we. Gaan eens kijken hoe dit eruit gaat zien. We hebben hier alle steen zo. Dus dit hele dingetje, dit richeltje hier gaat weg. Dat beginnen we niet meer aan. Dat vinden we niet meer mooi. Dit gaat hier weg. We gaan het allemaal bruin maken gewoon. We willen een lekker... Een beetje een gevoel hebben van... Ah, ik voel me hier echt thuis, man. Weet je wel, dat idee willen we hebben. Sapling. Ding, 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 ding. Misschien moeten we hier nog een bepaalde, ja, hoe moeten we dat zeggen, een bepaalde vormen inbrengen. Gewoon met kleur, een beetje art, pixel art, je weet wel. Pixel art. Oké, okay, laten we gewoon eerst dit gedeelte hier even afmaken zo. Dus dan hakken we hier even een klein stukje weg zo. En dan gaan we gewoon eerst die eerste bomen die hier komen, laten we dan hier zo staan. Dan moeten we even een beetje gaan uittellen en zo. Want ik weet niet, willen we nou hier al mass production hebben? Ik denk het wel, met dit hout sowieso, dat is wel makkelijk.
zo, 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 zo. En zo, 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 zo. Dit halen we even allemaal weg, zo. We zijn er nog druk mee. Maar als we dit straks allemaal op deze manier hebben, dan kan er ook niks meer spawnen. Dat is het leuke eraan. Op een half slap kan een monster namelijk niet spawnen, voor degene die dat niet weet. Hier kan geen zombie op spawnen. Dus het maakt niet uit hoe donker het is, ze spawnen er niet op. Oh, dat gaat het lekker, ziet er lekker glitchy uit. Zo, zo, zo. Gaan we hier met pompoenen werken als licht of niet? Of zullen we gewoon glowstone proberen te verzamelen weer? Want dat is toch wat mooier. We kunnen natuurlijk... Nee, dat is niet haalbaar. Nee. Deze gaat weg hier zo. We hebben nog wel even wat meer hout nodig. Dat is één ding wat zeker is. Voor nu doe ik even een torch plaatsen hier al. Hallo. Anders wordt het wel heel donker. Dan ben ik bang dat het zometeen fout gaat. Nee, wacht. Dit kunnen we altijd gebruiken voor potions. We moeten die potion room ook altijd nog een keer afmaken. Man, we hebben nog zoveel te doen in ons leven, maar we doen er niks mee. Dit hout kan weg. En die reeltjes die kunnen gewoon hier zo. Bone meal borgen. Eventjes hierin. En dan kunnen we heel veel van deze maken. Zo. Nou, hiermee kunnen we in ieder geval een eindje komen. Dat is één wat zeker is. Ja, ik denk dat dit donkere hout wel netjes is. En misschien gaan we dat nog veranderen in een patroontje erin. Dat we nog wat lichthout er doorheen gaan halen of zo. Dat om elke boom een kring zit of zo, weet je wel. Dat is wel cool. Of dat we een trap erin maken. Dat we een randje hebben lopen ergens. Iets van dat soort dingen. Kijk, want dit is niet mooi. Dus we moeten hier misschien pompoenen omheen doen of zo die licht geven. I don't know, maybe. Of we maken een trap. Hey, wake up. Oh, schrik me kapot, wie pookt me nou weer? Ik ga eventjes rustig verder. Pff. En even kijken. We hebben hier nog die donkere trap, dus dat is perfect. We gaan deze hier zo hier even omheen plaatsen. Om de bomen. Daar kan ook geen monster op spawnen en dat is wel goed te doen. Kijk, en zo verbergen we het wel nice. Ik denk dat we het dan helemaal rondom geplaatst. Dus als we deze dan ook nog weghalen hier zo, dan hebben we een wat mooier effect. Misschien moeten we hier een andere kleur hout voor gaan gebruiken, dat dat er beter uitziet. Maar het kan ook zijn dat we hier gewoon een andere kleur later omheen doen. Maar ik denk als we hier dit zo in ieder geval hebben gemaakt, lijkt het in ieder geval op echt een treeplantage. Wat naar mijn mening wel leuk eruit gaat zien. Gok ik. Nou, we zouden dit nog opschuiven, maar ik denk dat we dit gewoon zo houden. Ik vind dit hartstikke prima, eerlijk gezegd. Kijk, dan hebben we dus 1, 2, 3, 4. I don't know, ik denk dat we dat dan zo gaan doen. Dat we hier weer de volgende boom doen. Het kost wel iets meer ruimte dan normaal. Maar ik denk wel dat het er leuker uitziet uiteindelijk. Dat het er wat beter, wat mooier uit gaat zien. Zo, zo. Kijk, normaal hebben we er maar 3 vakjes tussen. Dus 1, 2, 3 en dan komt hier de boom. Maar nu doen we even 1 extra vakje. Omdat dat er gewoon beter uitziet zo. Op deze manier. Zo en zo en zo. En dan moeten we natuurlijk eigenlijk meteen een boom erop planten. Maar die hebben we niet bij ons. En dat kan hier dus wel iets spawnen. Dus we moeten wel een bepaalde lichtvoorziening nemen. Of gewoon risico's nemen dat er af en toe wat kan spawnen. Ja, we moeten dus even gaan kijken. Laten we gewoon het eerst eens even uit gaan tellen. Zo, 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 zo. Oké, daar gaan we. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nee, op 5 moet hij dus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hier komt de volgende boom. Oké, dus dit is een beetje de hele planning. En dan komt hier die slabs tussen. Oh, niet, daar niet. Zo, zo. Een trap. Een trap. En een slab. Ik heb hem op zijn kop geplaatst. Thanks game. Altijd weer hetzelfde liedje. Waarom heb ik er altijd die fout hier zo? Oh man. Verschrikkelijk. Zo, kijk. Dus dit wordt een beetje het hele idee. Ik denk dat dit er wel netjes uit gaat zien. Laten we deze nog even weghakken hier zo. En kijken of we daar hetzelfde kunnen maken. Zo, dat ziet er goed uit. Zo. Kijk. En voilà. Nice. Nou, I'll be right back. Ik moet eventjes dat telefoontje beantwoorden. Ach, daar ben ik weer. Goeiedag. Gaat die weer trillen? Ik word zo flauw. Waarom, hè? Waarom telefoons? Waarom trillen ze altijd? Hebben jullie er ook last van? Dat je in de les zit of zo en dan... Oh, lava hieronder? Holy moly, we hebben hier al heel veel... Gadverdamme! Zo,
Hé. Kaktelefoon. Ik ga hem echt nog een keer in het water gooien. Oh nee, ze zijn tegenwoordig waterdicht. Ook dat nog weer. Je hebt altijd pech eigenlijk met een telefoon, weet je wel. Oké, nice. Dit ziet er goed uit. Dit ziet er minder goed uit. Daar moeten we echt even een keer naar gaan kijken. Want hier kunnen we die blokken sowieso wel vandaan halen. En ik weet niet of er nog extra lava onder zit. Dus laten we even een kijkje nemen. Oeh, yes, there is. Dit heb ik dus helemaal op het begin een keer gezien waarschijnlijk. En daarna nooit meer. Ik heb een emmer water bij me. Dus we kunnen dit wel, denk ik, gewoon even weghakken. Verzamel even wat extra van deze blokken. Dat is altijd makkelijk als we ooit een creeperbestendigde blok moeten maken. Zo. Oké, nice. Hier zit geen lava meer onder. Oké, hier viel die in het lava. Oh, ik pak die blokken niet op. Kak. Dat is niet belangrijk. Jij bent totaal niet belangrijk. Zo. Moet ik die blokken natuurlijk wel opvangen, anders vallen ze allemaal in het lava. Oké, hopen dat hier gewoon geen lava achter zit, anders ben ik aan het lulletje. Oké, we gaan er gewoon even omheen hakken. We gaan even kijken. Misschien kunnen we hier namelijk ook nog wel een verdieping onder gaan bouwen in de toekomst. Aangezien we hier toch vrij weinig doen. En we hebben nog nooit... Ja, we hebben wel een bedroom nu gemaakt, maar die is niet super cool, vind ik. Of ja, die is wel heel cool eigenlijk. Maar we moesten altijd nog een geheime room maken, weet je nog? En dat hebben we niet echt. Dus misschien kunnen we hier ergens wel een keer een geheime room maken in de toekomst. Of gewoon een of andere muziekspeeldingetje. Een muziekspeeldingetje? Wat is nou weer een muziekspeeldingetje? Gewoon een dingetje wat muziek afspeelt. Dat is eigenlijk heel cool. Maar dit spul kunnen we sowieso verzamelen. Dus dat is even makkelijk. Dat gaan we nu even doen. Ik ga niet alles verzamelen, maar meer voor de toekomst even. Ik weet in ieder geval dat daar nog lava rinkelt. Dus dat ga ik even het liefst eerst even pakken. Kom op, zeg maar dat hier geen lava onder zit. Oké, perfect. Er zit alleen hier lava onder. Als we dit lava even allemaal weg kunnen vissen, zou dat ideaal zijn. We kunnen in ieder geval een tweede portal maken. Oh jee, jippie-jee. Oh. Oké, ik denk dat hier serieus nog best wel wat lava onder zit. En ik ben bang namelijk dat als we daar hout boven gaan plaatsen, een houten vloer, dat het vlam gaat vatten. En aangezien alles van wol is, zijn we dan echt keihard te sjaak. Oké, deze halen we hier nog even weg. En dan gaan we hier nog eens even de boel weghakken. Oh man, er zit te veel onder. Ik denk dat we dit een andere keer verder moeten doen. Ik gok dat dit ook geen vlam meer vat, eerlijk gezegd. Het is te diep. Oké. We hebben wel een hoop van deze blokken er nu bij. Dat is op zich wel relaxed. Ja, ik vind het altijd een... Obsidian is een beetje een blok dat ik denk van... Ja, wat moet je ermee? Het ziet er niet heel mooi uit. Het is wel makkelijk om creepers in op te sluiten en dat soort dingen... Maar daar blijft het bij. Ik hoor nog steeds Rava ronkelen. Dus hier zit Rava. Yep. Hier ook? Nee, hier dan? Oh, ik vond dat een verdachte steen, weet je wel. Ik denk van misschien is daar wel lava opgekomen of zo. Oké, hier. Deze nog even weghalen. Zit hier something? Is this something we need? Alrighty then. Oh ja, hier houdt het op. Oh, nice. Dan kunnen we dit nog even weghalen. Come on. Nou, we hebben een torch bij. Yes, ik ben echt blij dat we een torch erbij hebben. Oké, 27 al. Holy moly. Oké, ik hoop nu echt op van zegen dat hier niks zit. Ja, wel dus. Oh, nog twee zitten hier. Oh. En deze hier dan ook nog. Hoe moeilijk kan het zijn, hè? Oké. Oké, dan zit hier nog eentje. Twee hooguit. Oh, nice. Er zit niks. Er zit hier nog één onder. Kom op. Ja, zeker. Nog twee. Oké, dus we gaan gewoon vervolgen dit pad. En dan hebben we alles weg. Want ik wil echt... Als dat in de brand vliegt, dan zijn we gewoon de Sjaak. Dan zijn we Sjaak, trek, haak. Sjaak, trek, haak, ja. Oké, zit het serieus hier nog ook weer heen? Hé, jongens, waarom maak je... Och, man. Oké, dan kunnen we deze weghalen. Er zit hier natuurlijk ook nog eentje onder. Maar dan zijn we bijna klaar. Nog eentje naar rechts, denk ik. Waarom stroopt het daaronder naar beneden? Ik haal deze weg en daar gaat het heen. Oké, halen we deze weg hier. Aha, nice. Ik denk dat we nu alles hebben. Oh. Oké, torches. Yes, thank you very much. Een torch hier, torch daar, torch hier, torch daar. Overal, nice. Lachen maar. Oh man. Zo, en we zijn weer boven. Hi.
Waar waren we mee bezig? Niet hier mee bezig. Zo. Dat iron. Het ligt er dan wel weer heel verleidelijk bij, weet je wel. Kun je beter maar gewoon pakken. Zo, zo. Zo. Oké, en dan komt hier die ster gewoon zo omheen. Hier komt de ster omheen. Yes, I like it. It's nice. En dit zouden we dan nog daarheen uitbreiden. Dat zou nog groter worden. Maar hoe ziet dit eruit? Als we hier nu lopen, is dit een beetje oké of niet? Ja, ik denk dat dit wel oké is. Het ziet er gewoon netjes uit, weet je wel. Dat is wat we willen uiteindelijk. We willen gewoon een mooi net gebied hebben hier zo. Zo. Oké, ik haal dit nog even weg om een beetje een totaalgevoeltje te krijgen, weet je wel. Zo, tot hier gaan we dit weghalen zo. En dan wordt dit gewoon allemaal netjes slap. En dan moeten we even gaan kijken hoe we dat gaan doen met de verlichting. Want ja, dat hebben we tot nu toe nog niet gefixt. We hebben hier alles nu, wordt het wel heel donker, weet je wel. En ik hou wel van als alles een beetje lichter uitziet. Ook al hebben we de half slaps liggen, weet je wel. En weten we dat er niks kan spawnen. Toch heb ik liever wel een beetje... Misschien dat we hier aan de zijkant wel stairs doen trouwens. Dan hebben we dat gras, zand... Ja. Again, twijfels, hè. We twijfelen maar door. Het is elke keer weer een twijfel. Bij elk gebouw dat we maken, denk ik van... Oh ja, zullen we dat... Ja, misschien ook niet. Zullen we dat wel doen? Nee, misschien ook niet. Zo. Zo. Kijk aan. En dan deze hier. Zo. Zo, zo, zo. Oké, kijken. Ja, het ziet er goed uit. Dit is leuk. Kunnen we deze hier nog even afmaken, zo. Zo. En zo, zo. Oké, toppie. En dan moeten we hier al even gaan kijken, want we hebben er natuurlijk 1, 2, 3, 4, 5. Dus er komt hier ook nog eentje. Klopt dat? Ja. Ja, dat kan wel. Dan hebben we hier al ruim voldoende. Ja, dat is voldoende. En dan komt hier nog een gat. En hier. Zo, dit even weghalen, dit hoekje zo. Die weggraven. En dan komt de deur hier. Zo, nice. En dan komt er eigenlijk gewoon omheen zo even. Oké, zo, 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 zo. Ik denk dat we deze net niet kunnen maken. Nee, eentje te weinig, tuurlijk. Ik heb altijd pech natuurlijk in mijn leven. En dan moeten we daar omheen ook nog even doen. Voor nu plaats ik even overal een torch op, want anders weet ik het wel. Dan staan er zometeen echt serieus creepers in mijn huis te harken. En daar heb ik niet zo'n behoefte aan. Hier kunnen we natuurlijk wel even netjes torch plaatsen, zodat er niks spant. Maar ik denk dat dit wel een vet iets wordt zo. Ik maak dit gewoon voor nu eventjes zo dicht. Dit wordt gewoon nog even een keertje bijharken, zo. Dan harken we alles weg hier, prachtig. En dan komen hier gewoon allemaal boompjes te staan. Zo, het ziet er netjes uit. En dan hebben we hier iets meer ruimte over om nog gewoon tussendoor te lopen, zo. Langs deze mooie huisjes. Dan hebben we wat meer dat gevoel. En het ziet er gewoon mooi donker uit. Zo, hebben we gewoon een mooie tree farm. Ik denk dat dat een heel tof idee is. En dat we hiermee doorgaan. Laat even weten in de comments wat jullie ervan vinden. Ik stop vandaag even ietsjes eerder, omdat ik nog een video moet opnemen. Dus het wordt wel heel erg laat in de nacht. En ik moet rijlezen morgen, want ik heb mijn slaap nodig. Dus sorry daarvoor. Als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Bye bye. Yo.